Yo! What up? Yo, mensen van Almers Normen L. Wow. Hey jongens, zonder grappen. Het was net heel leuk, maar we staan nu al een hele tijd stil. Yo, gasten van Almers Normen L. Mijn naam is Barend en leuk dat je kijkt naar deze recap video. We hebben afgelopen jaar zoveel gedaan, zoals dit, unboxings. Alright, we zijn open. Oh, ik ben gewoon wel legit een beetje zenuwachtig voor dit pakketje, man. Ik hoop dat alles erin zit, we gaan hem openmaken. Jullie kunnen als het goed is nu wel goed meekijken. Het eerste wat ik zie is, net als jullie, dit papier. Super sick. En daar hebben we als allereerste... Wauw. Oké, die is fucking vet. We hebben hier het Yellowwood E-Type, Jaguar E-Type bordje. Pik. Een mooi blauw, babyblauw. Oh, dit is wel leuk dat ik dit nog voor 2021 kan krijgen. Hier is die. Oh, shit. Dit is fucking vet. What? Oké, dan. Wow. Dit is de buitenkant van het ding. Oké, misschien had ik hem gisteren al even opengemaakt op mijn livestream. twitch.tv/almostnormal. Kom er ook gewoon gezellig bij kijken. Maar hier gaan we dan. Ja, dit is eigenlijk gewoon het enige wat erin zit. Alright, daar zijn we weer op de plek waar we net begonnen. Ja, de Ducky Tape. Wat vind ik ervan? Het is bijzonder. Ik heb hier iets heel tofs. Kleins in zitten. En ik heb hier wat groters in zitten, wat ook tof is. En daar ga ik denk ik maar even mee beginnen. Eerst de ramp al. En dat is deze. Ik heb een nieuwe rail gekocht. En deze nieuwe rail is een Low Black River Rams rail. Oeh. Damn, mooi. Damn. Hier is nog een setje Tick Tuning. Die ga ik zo meteen geheid op mijn bordje zetten. Hier, gewoon, we gaan gewoon gelijk door. Een volgend ding. Heel tof, Sam. We hebben hier... Wow! Holy shit! Hij heeft het Almers Normal logo ingebrand in rip tape. Ik ben heel benieuwd hoe die eruit ziet. Hij heeft hem netjes ingepakt. Zijn eigen stickers er ook op. Dit is het tweede Almers Normal boordje. Echt super vet. Oké, hij heeft hier eerst... Deck Split Ply logo. Ik ga hem open doen. Het logo van Sam komt daar aan. En dat is het boordje. Wow! Die is echt wel heel sick hoor. Holy shit. Hoe ziet het eruit, de binnenkant? Ik weet nog niet wat erin zit. Nou ja, ik weet wel wat ik heb besteld, maar... En ik zie dus de verkeerde kant. Ik heb de verkeerde kant. Jullie weten al welk kleurtje het boordje is. Ik ga hem omdraaien en ik hoop dat het een toffe is. Een groene? Sick. Nice. Met nog... Wow. Oeh, met oranje plies. Oeh, die ziet er wel tof uit. Kijk nu. Oh, ik heb ook gelijk de wielen ook. Wow, die wielen zijn heel lijp. Wow. Nou, hier zijn gewoon de Black River Ram trucks. Die kennen jullie in het mooie pakketje. Wel erg duur, maar het zijn het wel waard. En ik ben benieuwd of er ook nog een extra Black River Ram stoel in zit. En hier heb ik de Dual Durometer Flatface wielen met zwart en wit. En natuurlijk het eigen Almost Normal boordje gemaakt door Simple Dex. Ik vind hem nog steeds zo mooi. Zo. Ik ga hem omdraaien. En dan gaan we. Damn! Hier gaan we dan het boordje. Wow. Holy shit. Zoals je kan zien, hoe gaaf is dit boordje. Dit is de andere kant. AN in het diamanten logo. Ja, en naast alle unboxings heb ik ook tutorials gedaan. En deze...
En de tutorials vind ik echt super leuk om te maken, zodat we samen beter kunnen worden. Dus ook daar ga ik nog heel even een keertje extra langs, zodat ik dat ook allemaal mooi weghaal. En zoals je nu kan zien, is die gewoon helemaal netjes. En dan ga ik gewoon een beetje draaien zo. En dan weet ik, dat is gat 1. Nou, dan weet ik ook gelijk, hier zit ongeveer gat 2. Pas er wel gewoon bij op, want soms wil het wel eens zijn dat de bearings zeg maar loskomen van de trucks. Dat is natuurlijk super zonde als dat gebeurt. Zoals je kan zien, ik heb hem gewoon goed hard aangedraaid. Maar hij moet natuurlijk niet te vast, want hij moet wel gewoon nog kunnen draaien. En dan is die alweer klaar. Dan heb jij jouw setup helemaal compleet. Hoe doe je een nollie? Gewoon de 4 verschillende soorten jumps kunnen jullie leren. Zo heb je natuurlijk de ollie. Je hebt de fakie. Je hebt de nollie. En je hebt de switch. Een nollie is met je wijsvinger en je middelvinger, hoppakee, met je wijsvinger meegaan. Dus eigenlijk naar achter elkaar heb, land ik hem steeds beter. Let goed op de placement van je vingers voor de verschillende trucjes die je wilt doen. Want nou ja, dat maakt echt wat verschil, helemaal met nollies. Ik denk dat dat wel een beetje de tutorial is. En naast al die tutorials hebben we ook natuurlijk heel veel andere leuke dingen gedaan. Zoals deze video's gaan doen. Ik ga het gewoon eens proberen om hier zo van de rail af te doen. Dan heb ik net wat meer ruimte om de lucht in de lucht te zitten. Dus misschien dat dat wel werkt. Oké, dan gaan we voor de hoge ollie. Double tray flip, 50-50. Het was een enkele tray flip. Oké. Als eerst, zoals jullie kunnen zien, voor een 50-50 kickflip. En dat is op zich niet heel erg moeilijk. Ik ben even op zoek naar een goede rail. En ik heb de locatie gevonden waar we het gaan proberen. Hier gaan we eerst eventjes een trapje op kickflippen. Op het ollie bedoel ik. En we gooien, een frontside 5-0. Dat is niet helemaal de bedoeling, want we willen een 50-50. Dit is een strijd 2. Dit is wel een goede reel trouwens. Ik heb een aantal reel trucjes ingestuurd, omdat dat niemand nog had gedaan. Hoppakee! Ik zal jullie even een beetje meenemen met wat ik dus nu heb gemaakt. Hier heb je dan een halfpipie, de staircase. En dan kan ik misschien ook nog vanuit de staircase zo naar de bonsai. Misschien dat ik hem gewoon tegenaan zet zo. Dan kan ik ook zo deze pakken. Zo. Dan hebben we... Met je hand zo. Het is gewoon echt al een hele weg, maar kijk, je kan wel zien dat hij is al lekker op. Dat was hem gewoon, gast! Let's go! Let's go, let's go! Zo, je hebt vandaag de kickflip geleerd. Zometeen als we naar buiten gaan, ga ik het plakband er natuurlijk afhalen. Maar ik ben benieuwd hoe goed dit gaat werken en of ik ook wel blijf plakken. We gaan eens kijken. Oh ja hoor, dat is wel cool. En naast al die random video's hebben we natuurlijk gewoon kei veel gevingerboord.
En naast al de fingerboard content die ik heb gemaakt, vond ik het vloggen en de andere soort content die we hebben geüpload ook echt super leuk om te doen. Dus verwacht vooral daar ook veel meer van. Maar ik heb weer heel veel leuke ideeën om te doen. Ik wil in ieder geval iedereen die mij dit jaar is gaan volgen enorm bedanken voor alle support en de liefde die jullie me hebben gegeven. Zowel op YouTube als op Twitch. Het is echt een bizar jaar geweest. En we gaan in 2022 net zo hard knallen als in 2021. Laten we de 10.000 abonnees dubbel en dik halen. Dus super bedankt dat je hebt gekeken naar deze recap. En zoals altijd zeg ik gewoon in mijn video's. Like, abonneer, reageer. En tot de volgende keer. Later! Dat was echt het meest cringe outro die ik ooit heb opgenomen, maar ik ga hem wel gebruiken.